Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking voor ons klaar, met tussendoor een paar opklaringen. En uit die bewolking gaat het in de loop van de ochtend in het noorden van het land als eerste regenen. In het noorden van het land lopen de temperaturen dan ook niet veel verder op dan zo'n 10 graden. En in de loop van de middag trekt die neerslag langzaam naar het zuiden. Het duurt wel tot tegen de avond voordat de regen ook Limburg heeft bereikt. Daar kan het met wat zon nog 15 graden worden. In het midden van het land 12 of 13 en als gezegd in het noorden zo'n 10 graden als maximum temperatuur. Vanavond begint het in het noorden alweer op te klaren. En dan regent het nog wat in het zuiden van het land. Maar niet continu, er zijn ook alweer droge momenten. Dan morgen de grootste kans op een bui in het noorden van het land. Daar hebben we ook de meeste bewolking. In het zuiden blijft het waarschijnlijk droog, met meer ruimte voor de zon. Temperaturen liggen dan tussen de 10 en 12 graden. Wind waait uit het noordwesten en is vrij krachtig. Vrijdag, zaterdag en zondag dan licht wisselvallig weer, met vrijdag een enkele bui. In de nacht na zaterdag en zaterdagochtend de meeste regen. Maar ook daarna blijft het niet helemaal droog, met temperaturen steeds rond 11 graden. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl